Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken hier bij een nieuwe video van GeoWords. Ik heb enige tijd niet geüpload omdat ik nogal druk ben met school op het moment en ik niet zomaar iets online wilde gooien. Dus heb ik eerst al dat belangrijke schoolwerk afgerond en nu heb ik weer iets meer tijd om video's te maken. En dit keer gaan we een makkelijke methode behandelen voor het maken van de arkietstoot. Veel plezier! Mijn optiek de belangrijkste stoot op de biljarttafel, want of je nou op hoog niveau speelt of op laag niveau, of je nou vaak biljart of juist af en toe één keer in de maand, twee keer in de maand, je hebt hem altijd nodig en je zult hem ook altijd gaan krijgen. En ik heb in mijn loopbaan in ieder geval een methode gevonden waar het makkelijker is om te bepalen hoe ik de arkietstoot het best kan maken. Er zijn drie dingen waar je rekening mee moet houden bij de arkietstoot. Het eerste is, hoe dik speel ik mijn speelbal op de rode bal. Het tweede is, hoe hard moet ik mijn speelbal spelen? En het derde is, hoeveel effect geef ik aan mijn speelbal? Bij de eerste twee onderdelen wil ik eigenlijk niet te specifiek op ingaan, omdat dit meer een makkelijke methode is voor goed mikken en een makkelijke methode is voor het juiste tempo bepalen. Dus wil ik eigenlijk meteen naar het derde punt, en daar heb ik een hele makkelijke methode op gevonden om bij de arkietstoot het goede effect te bepalen. We zien vaak bij de arkietstoot dat als we geen effect spelen, dat de speelbal 1 het juiste tempo niet vindt en 2 dat de bal voor bal 3 rolt en daardoor de carambol misloopt. Daartegenover is het ook niet goed om zoveel mogelijk effect te geven, want dan zien we vaak dat er een klosgevaar komt en dat je vaak achterlangs bal 3 speelt. Er moet dus ergens een middenweg worden gevonden. Het juiste effect bepalen zodat de bal uit de klos blijft en netjes op bal 3 landt. We zien hier een afbeelding van onze speelbal. Ergens op deze speelbal moeten wij het juiste effect gaan bepalen om hem weg te stoten. Uit mijn ervaring heb ik nog nooit een arkietstoot weggespeeld waarbij links effect had moeten worden gegeven. Dus die strepen we in ieder geval al helemaal door. We houden nu nog een half bal over. Ergens in dit vlak moeten we de speelbal wegstoten om de carambol te maken. En hier wordt het interessant. Want in plaats van bij de inspeeltijd voorafgaand aan de wedstrijd maar ergens stoten en hopen dat hij goed op bal 3 landt, kunnen we eigenlijk heel makkelijk uitsluiten waar we ongeveer moeten gaan zitten. Ik adviseer ook altijd tijdens je inspeeltijd om te beginnen met arkietstoot. Want als na 3 keer je nog geen goed gevoel hebt over deze stoot, dan kan je hem altijd nog een 4e, 5e, 6e en zelfs 7e keer proberen. Mijn truc om erachter te komen hoe ik de arkietstoot het best kan maken, ligt bij het feit dat je altijd maximaal effect moet geven. Ja, ik heb het gezegd. Altijd maximaal effect. Het enige wat we wel moeten gaan onderzoeken is hoe hoog in de bal moet ik zitten. Het is namelijk zo dat hoe hoger je in de bal zit, hoe minder effect je kan geven. Maar ook al is dit effect minder, het blijft maximaal effect. Dus in plaats van de hele bal te pakken om het effect te bepalen, pakken we alleen maar de buitenring. Pas wel op dat je niet in het catch-gedeelte komt. Dus in plaats om te denken aan hoogte en effect, hoeven we nu alleen maar aan hoogte te denken. Uit mijn eigen persoonlijke ervaring zit je in 75-80% van de gevallen goed bij dit mikpunt. Maar het kan natuurlijk zijn dat de ene tafel korter is dan de andere. Die langer doorloopt of wat langzamer is of juist wat sneller. Dus wanneer je begint met inspelen, stoot je de eerste arkietstoot op dit punt weg. Gaat deze bal er al heel mooi op? Is de arkietstoot precies zoals je hem wilt? Stop dan met de arkietstoot en ga lekker de rest van je minuten in andere ballen leggen. Is de arkietstoot nog niet goed en gaat die bijvoorbeeld achterlangs, dan betekent dat je iets hoger moet gaan zitten. Maar nog steeds maximaal effect. Gaat de speelbal juist voorlangs bij bal 3, dan moet je juist iets lager gaan zitten. Met uiteraard het maximale effect. Dus kijk bij jouw vereniging, jouw club, misschien thuis als je een eigen biljarttafel hebt,
of dit klopt, of dit ene punt bij jou ook leidt tot een juiste acquistoot. Zo niet, pas mijn methode dan toe, kijk of het werkt. En dan zul je zien dat jullie in de wedstrijden veel vaker acquistoot gaan raken. Dus dit was mijn makkelijke methode voor de acquistoot. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. En vond je deze video nou leuk? Laat me dat dan even weten en druk op die like knop. Ik zou het erg waarderen. Wil je nou nog een video van mij zien? Check dan deze video. En wil je meer van mij zien in de toekomst? Abonneer ook even op mijn kanaal. Hierzo. Mensen, veel bejaarplezier. Tot de volgende keer. Later.